Met dat opvallende inkijkje aan de formatietafel. Hè. Een deel van het hoofdlijnenakkoord, waar PVV, VVD, NSC en BBB over praten, is op de foto gezet. Omdat PVV-onderhandelaar Marcus Sauer dus het document zichtbaar onder zijn arm hield. En dat is gefotografeerd. Politiek verslaggever Mats Akkerman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zie op Twitter al speculaties. Was het wel een fout of was het expres? Wat denk jij? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Want je zou denken dat zo'n fout na Pieter Omtzigt functie elders niet weer gemaakt wordt. Ja, inderdaad. Ik heb de beelden ook nog even later teruggekeken, want ik stond erbij toen het gebeurde. En ik heb dus ook nog even teruggekeken. Ja, je ziet wel dat hij het volgens mij eerst niet door lijkt te hebben. Hij moet wachten voor een soort beveiligingsdeur die open moet worden gemaakt voor hem, zodat hij bij de formatietafel kan aansluiten. Dat duurt even. En op een gegeven moment, iets later, heeft hij wel het document zo gedraaid dat het niet meer in beeld is. Alsof hij op een gegeven moment heeft doorgekregen dat het zichtbaar was. Waardoor ik vermoed dat het daadwerkelijk een ongelukje is geweest. Maar you never know. Misschien is het even wat goede publiciteit halen met laten zien waar je mee bezig bent aan de onderhandelingstafel. Maar ik denk dat de enige die het echt weet, is hij zelf. Maar Mats, hoe ging dat dan? Want jullie stonden daar best, zag ik op de beelden, met een clubje, een stuk of 10 journalisten, gok ik. En wanneer drong het door dat daar een heel belangrijk stuk onder die arm was? Nou, het was wel, er waren een paar journalisten die zagen wel dat hij iets zichtbaars had. Dus iemand was hem ook een beetje aan de praat aan het houden, zodat iemand anders ondertussen probeerde ongemerkt met een mobiele telefoon een foto ervan te maken. Toen kwamen er nog wat professionele fotografen bij, en die konden hoge kwaliteit foto's maken waarop we konden inzoomen. Waardoor we dus ook echt konden lezen dat het wel een formatiestuk is. Het is ook bevestigd dat het bestaat, want Omtzigt heeft er net in de lunchpauze heel kort even over gezegd dat hij het wel herkende. Dus het lijkt een echt stuk te zijn met toch wel wat interessante dingen, maar gelukkig niet mega gevoelige informatie. Als we toch even de inhoud bekijken. Precies, nou laten we de inhoud even bekijken. Wat konden we lezen voor de mensen die het nog niet hebben gezien? Nou, het begint met bouwstenen voor doorbraken. En dan is de eerste zin: de vier partijen willen een kabinet steunen dat alle mensen in Nederland houvast en hoop geeft. Niet alles is in één keer op te lossen, maar Nederland wacht op doorbraken. Dan komt er een vrij lang stuk tekst waarbij ze vooral de problemen in Nederland aankaarten. En dan gaan ze eigenlijk over op wat er dan moet gebeuren volgens de partijen. Nou, dan staat er een punt over: daarom zetten PVV, VVD, NSC en BBB deze concrete stappen. Dan staat er: lastenverlichting vanaf 2025 van PM miljard gericht op werkenden met middeninkomens en voor mensen in de knel. Waarbij PM dan staat voor promemori, dus dan weet je dat het geld gaat kosten, maar nog niet per se hoeveel. En het tweede punt is: het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit. Dat zijn de twee concrete punten. Dan wordt een heel stuk bedekt door zijn arm, dus dat zie je dan niet. Maar dan onderaan de pagina staat weer een opsomming van punten die ze belangrijk vinden, waarbij de eerste bestaanszekerheid en koopkracht is, waarbij je dus wel kan afleiden dat dat het belangrijkste punt is volgens deze vier partijen. Op twee staat dan grip op asiel en migratie. Op drie wonen en volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer. Klein stukje onleesbaar, gevolgd door elke regio telt. En op vier een goede toekomst voor landbouw en visserij. En daarna is het niet meer leesbaar en dan stopt de pagina ook. Dus ik denk dat punt 5 en hoeveel punten er ook nakomen op de volgende pagina staan. Maar daar kunnen we in ieder geval uit afleiden wat de prioriteiten van deze vier partijen zijn. Mm-hmm. Met bestaanszekerheid en koopkracht dus op 1. Maar dat is niet heel verrassend. Nee, en als je het inderdaad alles leest, ook nog de inleiding en zo, dan hoor je toch wel gewoon veel dingen die we herkennen uit de verkiezingsprogramma's van de vier partijen. Samengevoegd en opgeschreven. Maar goed, het is dus wel een document waaruit we kunnen afleiden dat er wel gewoon al iets concreet op papier staat. Ja, we zien alleen de eerste pagina ervan. Ook nog wel opvallend is dat er wat aantekeningen bovenaan het blaadje staan, waarbij dan staat: blauw is VVD verkiezingsprogramma, geel is nieuw en oranje is Katshuis. En dat lijkt te gaan over de migratieafspraken, waarbij dan Katshuis zou zijn wat al in de zomer bijvoorbeeld op tafel lag toen het kabinet daarover praatte. Maar goed, ik denk dat de echt gevoelige stukken uit het document op pagina 2 tot en met ik weet niet hoeveel staan en niet op pagina 1. Maar toch een klein inkijkje aan de formatietafel. Ja, Mats, nog even kort. Gaat dit lek nog invloed hebben nu om in deze laatste week tot een akkoord te komen? Nou, ik denk omdat het de eerste pagina is dat het niet echt van invloed gaat zijn. Zowel Pieter Omtzigt als Caroline van der Plas moesten net ook wel een beetje lachen toen we erover begonnen, toen ze heel even in en uitliepen. Dus ik denk niet dat dit document nou het verschil gaat maken. Maar goed, onhandig is het zeker wel. Dankjewel, Mats Akkerman, onze politiek verslaggever.